Landstede Basketbal heeft zaterdagavond voor eigen publiek met duidelijke cijfers gewonnen van BS Weert. Landstede Basketbal was gewoon sterker, breder en gewoon beter dan BS Weert. De bezoekers uit Limburg starten weliswaar voortvarend in Zwolle, maar een echte wedstrijd werd het niet. Uiteindelijk zegevierden de Zwollenaren met 98-66. In het Landstede Sportcentrum komt Weert goed uit de startblokken. In een mum van tijd staat het 0-4 en 4-11. Dion Halman neemt 6 punten voor zijn rekening en Landstede Basketbal staat er wat beduust bij. Dan neemt Olaf Schaftenaar de Zwollenaren bij de hand. Hij lijkt van afstand niet te kunnen missen en onder meer met 2-3 punten zorgt hij voor 16-16. De kwartwinst gaat echter mee naar Limburg als Rens van Ravenstein nog 2 vrije worpen verzilvert. Daarna is het over en uit voor BS Weert. De Zwollenaren zijn scherp en schieten ook als zodanig. Er volgt maar liefst een 18-0 run. Schaftenaar knalt gewoon alles raak en JT Yoho is geïnspireerd en schiet er 2-3 punten achteraan. De verdediging is inmiddels veel scherper, wat leidt tot turnovers en snelle scores op de break van de JT's. Een adempauze aan de Zwolse kant leidt tot een kleine koude van de Limburgers. Halverwege is het 48-35. Na een tweetal scoreloze minuten volgt razendsnel een 7-0 run met scores op de break van Yoho, die zelf eerst de steal pakt en uiteraard een driepunter van Olaf Schaftenaar. Opvallend is verder dat Landstede Basketbal het vrije worpvizier op scherp heeft staan. Pas ver in het derde kwart mist Clayton Vetti de eerste Zwolse vrije worp. Na drie kwarten staat het 71-50. Ook in het slotkwart is de Zwolse formatie veel sterker dan de Limburgse opponent. Nick Oudendag zet een stevig blok, waardoor Yahoud Darib kan scoren. Oudendag zelf dunkt 2 keer op een volgend. De Zwolse jeugd krijgt de nodige speeltijd, maar slaagt er net niet in de 100-puntengrens te slechten. Het wordt dus uiteindelijk 98-66.